Als gemeente Almere hebben we ook in 2022 veel voor en met de stad gerealiseerd. Wij geven een overzicht. Niet uitputtend, maar wel een greep uit wat we gedaan hebben voor onze groene, gezonde, bruisende stad. De stad waar jij en je collega's zich met veel enthousiasme voor hebben ingezet. Bomen zijn belangrijk voor Almere, omdat Almere is een hele groene stad. En hoe creëer je een groene stad? Door bomen te hebben natuurlijk. Veel van de werkzaamheden die we uitvoeren in de stad delen we op social media. Baangericht is eigenlijk mensen helpen met een lange afstand door de arbeidsmarkt. Ik zou Almere nog meer omschrijven als gezellig. Jong, dynamisch, bruisend en druk. Ik ben gewoon verliefd op Almere. Het is denk ik wel belangrijk om ook even stil te staan bij de vele veranderingen in het afgelopen jaar. De gemeente doet verschillende dingen. Eigenlijk al onze collega's hebben de opleiding Digivaardig in Almere gevolgd. Ik vind dat we vluchtelingen uit de Oekraïne nu ruimhartig moeten opvangen. Daar doen we ook ons best voor in Almere. Wij zijn een gezonde school geworden, omdat wij het belangrijk vinden voor onze leerlingen. Veilig Almere is waar je gewoon over straat kon zonder dat je aangesproken wordt met hoe je eruit ziet. In mijn rol als adviseur in leren en ontwikkelen verzorg ik samen met mijn drie collega's alle opleidingen binnen het KCC. Welkom bij de Proeftuin. Hier kun jij ervaren wat plaatsonafhankelijk werken inhoudt voor jouw werk bij de gemeente Almere. We werken voor Almere. Dat doen we samen en vanuit ons hart. Almere 2022. Om trots op te zijn.